Ik daag je uit. Like de video sneller dan dat de bus mij komt ophalen. Wat was dat? Oh man, dat is niet de schoolbus. Oh nee. Hallo? Is daar iemand? Zijn dit zombies? Oké, wacht. Misschien zit de schoolbus hier achterin. Oh my gosh. Moet je dit zien? Ik kan me niet voorstellen dat je hier graag een dutje doet. Dus misschien kan ik er ook maar beter uitgaan. Oh, snel, 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 snel. Hopelijk heeft hij me niet gezien. Wie is dat? En waar ging die naartoe? Oh, volgens mij staat de auto aan. Dat leek wel het begin van een enge film. Maar dat is het niet. Vandaag checken we Brookhaven geheimen. Waar jij waarschijnlijk nog niet van weet. Een spannend begin van de video leek me wel leuk. Maar het volgende is vooral geheim. Als je dit huis namelijk hebt gekozen, kun je natuurlijk gewoon naar binnen gaan. Maar stel je moet je verstoppen. Als je dan hier het water inspringt en je zwemt naar de hoek toe, dan heb je hier een geheime gang. En eigenlijk is het gewoon een soort van ondergrondse mini-bunker. Maar je zou er dus letterlijk gewoon een bed kunnen neerleggen. En een blikje cola kunnen drinken. En als je dan bent uitgeslapen, kun je ook gewoon weer weggaan via dezelfde manier. Best wel gaaf. Dat is degene die we net zagen. En als je je afvraagt wat er achterin zit, helemaal niks. Maar als dit jouw voertuig is, dan zie je hier een knop staan. En als je daarop drukt, dan kun je de achterkant in van alles veranderen. Zo zou je zeggen dat hier een heleboel dozen in zitten. Maar eigenlijk is het een geheime Robux-opslag. Oh, dat is zo gaaf. En als ik er nog een keer op druk, wow. En als ik er nog een keer op druk, oh ja, dan hebben we deze. Nog een keer. Oh, dude. Dit lijkt wel op een soort van gevangenis. Wat is dat? Oké, volgens mij is dit super geheim. En als ik er nog een keer op druk, dan zitten er gewoon dozen in. Oké, ik doe de deur dicht. Maar je hebt niet alleen voertuigen. Als je namelijk helemaal naar boven scrolt, heb je daar een paard. En als je daar dan op gaat zitten, heb je hier een menu. Zo kan je letterlijk het paard elk soort vacht geven wat je wil. En het is super gaaf. Wat dacht je bijvoorbeeld hiervan? En dan kan je zelfs een haar een andere kleur geven. Zo kan ik het bijvoorbeeld roze, zilver of bruin maken. En dit hier, dat is voor het zadel, die ik ook elke kleur kan geven. Ik speel Brookhaven al zo lang, maar ik weet het sinds vandaag pas. En daar kan je hem zelfs een naam geven. Like het paard. Ik bedoel, like het paard. En dan geven we dat een kleurtje en dan staat het boven zijn hoofd. Maar er is een reden waarom ik dit paard wou laten zien. Oh ja, trouwens. Als je hierop drukt, kan je hem ook super snel maken. Oh my gosh, dit is zo gaaf. Maar wij gaan naar het hoogste punt in Brookhaven met ons paard. Oh ja, trouwens, like is een beetje een rare naam voor een paard misschien. Dus bedenk een betere naam in de reacties. Oké, we springen hier naar boven. Tenminste, dat was de bedoeling. Wacht, misschien werkt het als ik het zo doe. Oké, dan ga ik zo even naar boven. Ik heb namelijk een manier gevonden om te kunnen vliegen in Brookhaven. Hiervoor moet je het paard spannen. Dan typ je AFK, waardoor je al een soort van vliegt, maar bijna niet. Maar als ik dan op het paard ga zitten, oh my gosh, dan vlieg ik. Let's go! Oh. Oké, ik vlieg een soort van. Ik zweef boven de grond. En als je je afvraagt hoe dit kan, je ziet daar het paard, toch? Nou, het spel denkt dat ik op het paard zit. Dus als ik het paard wil terugkrijgen, 3, 2, 1... dan is die hier weer. Alleen is die dan ineens super langzaam. Kende je dat geheim? Laat het weten. Maar ik heb misschien nog wel een grappig idee. We gaan naar het vliegveld toe. Mag je hier met een paard doorheen? Ja. Oké, ik weet niet of dit gaat werken. Ah nee, ik kan er niet in. Oké, wacht. Misschien als ik afstap en hem dan hier weer neerzet. Ah, dat kan niet. Maar wacht, een fiets kan wel. Kan ik skydiven met een fiets? Oh, dat kan. Wow, kijk hoe snel mijn benen gaan. Oh, dat is bizar. Oké, wacht. Wat als ik nu wolf type? Oh, dat werkt niet. Misschien als ik van mijn fiets afga. Oh, ja, dan werkt het wel. Voor het volgende gaan we naar het winkelcentrum. Er zijn namelijk plekken in Brookhaven waar niemand van weet dat ze er überhaupt zijn. En één daarvan is hier in de keuken in de hoek. Om er te komen maak je jezelf heel klein. En dan ga je op zoek naar het matras. En als je deze dan neerzet in de hoek en je gaat erin zitten, moet je zien. Dan heb je hier letterlijk een geheime ruimte. Daar zou je dan ook weer een matras kunnen neerleggen. En je zou er zelfs een soort van kunnen wonen. Voor het volgende geheim hebben we het onderwaterhuis nodig. Dat is deze hier. Er is namelijk een manier om onder de map van Brookhaven te kijken. Je gaat hier naar beneden toe. Dan ga je hier weer naar beneden. En ik hoor je denken, Job, ik ken de geheime plek al die je gaat laten zien. Dat is namelijk deze hier bij de kluis. Maar als je dan hier een matras neerlegt en je gaat daarin zitten, oh my gosh, kijk. We checken letterlijk de onderkant van de map. Dus dit is eigenlijk waar we nu zijn. En als ik dan weer inzoom, dan, oh ja, oké, dan ben ik er weer. En dan kan ik gewoon wat Robux meenemen. Maar wacht, ik heb misschien een manier gevonden om Brookhaven te slim af te zijn. Net probeerde ik een paard in het vliegtuig te krijgen en dat lukte niet. Maar het is wel mogelijk. Als je namelijk naar binnen gaat en je gaat dan helemaal in de hoek staan en je zoomt dan helemaal in, dan denkt het spel dat je niet meer in het vliegtuig zit. En als je dan dus op het paard drukt, dan kun je hem wel neerzetten. En als ik dan op ga zitten en ik loop hier naartoe. Wat? Ik ben uit het vliegtuig gesprongen met een paard. Oh,
Parachute. Ja, dat is op zich best wel cool. Zou ik in de fontein kunnen landen? Volgens mij wel. Ik ben eigenlijk best wel blij met Like het paard. Zou ik ermee kunnen zwemmen? Oh, het is een zeepaard. Snap je hem? Het is zeg maar omdat water zee... Oké, maar nu wil ik nog één ding proberen. Namelijk de duikplank. Come on, come on. Oh, oeh, dat is hoog. Ik zit nu weer in een server met meerdere mensen. En dat is een appartement. En waarschijnlijk als ik daar naar binnen wil, dan loop ik hier eerst de trap op. Nog een keer de trap op. En natuurlijk zit de deur dan op slot. Maar ik heb denk ik een manier om binnen te komen. Ik ga gewoon naar het politiebureau. Dan klim ik hier naar boven. Pak ik de helikopter. En ik weet niet of dit gaat lukken, maar ik ga het proberen. Want ik spring er nu uit... in het zwembad. En normaal kun je hier dus letterlijk alleen komen als iemand je binnenlaat. Maar ik ben dus nu eigenlijk ingebroken in iemands zwembad. Is dat iets om trots op te zijn? En wacht eens even. Kan ik dan via hier misschien zelfs... Oh, dat kan niet. Tenminste, dat zeg ik wel. Maar met een matras kan alles. Oh, dude, ik ben binnen. Let's go. Maar nu wordt het echt spannend. Dit geheim heeft alles te maken met de bioscoop. Dus ik neem altijd even een bakje popcorn mee. Oké, je gaat namelijk de bioscoop in. En dan heb je hier zo de film. Maar er wordt gezegd dat je door de film kunt heen glitchen. En dat je dan in de film zit. Oké, we zien een soort van geheime bunker in de film. Dus daar zet ik dan mijn matras tegenaan. Oké, perfect, daar gaan we. Ik... Oh... No way! Ik dacht even dat ik de map uitviel. Maar ik ben nu in die geheime bunker. En dat zal ik laten zien. Als ik deze kant op ga, dan zie je dat het gewoon bij de car wash is. Dan heb ik nog één laatste geheim. Er wordt namelijk gezegd dat als je op deze rode knop drukt, zonder dat je er met een auto staat, dat je iets hebt geactiveerd. Namelijk de car wash. Gratis douchen. En nu wil ik nog één ding proberen. Ik heb hier twee handlangers en die gaan zo meteen de bank voor mij openen. Oké, hij pakt als het goed is het pasje erbij en ik loop met hem mee. Om deze glitch namelijk uit te testen, ga ik proberen om hier naar binnen te gaan met een matras. In plaats van dat ik dus... Oh, in plaats van dat ik de kluis open. En ik zit dus nu in een dichte kluis. Wat eigenlijk best wel onhandig is. Want hoe ga ik er nu uit? Nou, ik kan als goed is de code invullen. Verkeerde code. En nu zijn we weer vrij. Oh, ik vind het zo leuk om te glitchen. Maar wacht, normaal is dit hier de uitgang. Maar zou ik misschien op een andere manier eruit kunnen glitchen? Wow, ik heb zojuist een veel snellere manier gevonden om uit de bank te ontsnappen. Tijd voor een frisse duik. Maar weet je dit nog? Oh, wat? Ik ben sneller, ik ben sneller. Nou, zo ging dat verder. Dude, wacht op mij. Ben je nou gebotst? Ja, maar ik voel niks. Ik ben van gummy. Oké, nice. Nou, ban me maar. Waarom ban je me niet? Eén gevonden, nog twee te gaan. Ah, daarom was je zo makkelijk te vinden. Er zijn er drie. Oké, wacht even. Dan gaan we hier naartoe. Wacht eens even. Volgens mij kan ik hier doorheen. Oh, nee, laat maar. Dat is letterlijk van glas. Gast. Gummigast. Waar is de wc? Oh, dat weet ik niet. Wacht, dit is jouw huis. Oh ja, vergeten. Oké. Oké, dat is twee van de drie. Wauw. Dus nu echt de laatste. Oeh, ik kan twee kamers in. Dat daar is de wc. Ik denk dat gummipoepjes niet lekker ruiken, dus ik ga hier naartoe. Reageer blauw voor een deel 2. Abonneer voor meer en adios.